Stijn die zegt... Enter, waar is Minecraft? Nou, hier is Minecraft. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft video. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben vandaag samen met Ronald. Yo man, hey, alle skits achter de rits. Alle skits achter de rits. Waarom? Dat is eigenlijk een best vieze vraag, weet je dat, Ronald? Dat is best wel een vieze vraag, bedenk ik mij net. Nou, jij begint met een geschreeuw in mijn oren. Kun je dat ook verwachten? Zonder Jeetje. Enige waarschuwing of zo. Ik heb me er nooit iets bij afgevraagd of zo. Maar nu pas bedenk ik me dat alle skits achter de rits echt heel erg fout is. Dus ik mag dat niet meer zeggen? Jij mag dat niet meer zeggen. Die zin is jou vanaf nu ontnomen, Ronald. Jij mag niet meer zeggen alle skits achter de rits. Dat is voor jou nu verboden terrein. Oké, maakt niet uit. Ik verzin wel wat anders. Ik wou net zeggen, jij verzint vast wel weer iets anders om te gaan doen. En zoals jullie weten ben ik ziek geweest. Wist je dat niet, dan weet je dat nu. Ik ben ziek geweest. Bijna een hele week, dat is super balen. Dus ik had nog wat oude video's klaarstaan. En die hebben jullie wellicht gezien op mijn YouTube kanaal. Dat waren crossbar challenges en dat waren nog wat golfvideo's met Wouter. Dat waren allemaal oude video's. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, liever een oude video online. Zodat jullie in ieder geval nog kunnen genieten van die video. In plaats van dat er gewoon helemaal geen video online komt. Nou, zo is maar net, toch, Ronald? Ja, heb jij misschien iets van een bow of zo? Dan kun je die dudes eraf schieten. Nee, dat heb ik helaas niet. Wel ga ik daar nu heen bouwen en gaan we ze dan eventjes een koekje van eigen deeg geven. Ja, we gaan ze slaan. Over koekjes gesproken. Pepernoten, er wordt ook van deeg gemaakt. Er worden koekjes ook van gemaakt. Dus ja, lekker hè, die pepernoten. Zullen wij een keer samen speculaas maken of tai-tai? Gozer, Sinterklaas is bijna voorbij, hè? Dat mag. Zullen wij samen oliebollen maken? Ja, ja! Met krenten erin. Zo, ik vind dat lekker. Met krenten erin? Hey, dude, dat vind ik niet leuk. Gaan we oliebollen maken met krenten erin? Ja, ja, ja. Ja, lekker, man. Oliebollen, oh, lekker, man. Lekker, man. Maar dan moet je wel poedersuiker van zo'n poeder... Oh, wacht, er is daar gewoon nog iemand op dat eiland. Ja, die gaan we even afmaken. Ik heb sowieso geen zwaard. Misschien heeft hij een zwaard. Waarom loop ik met je mee als ik geen zwaard heb? Ik heb een zwaard voor je. Oh, wat lief. Dat moet je gewoon vragen, Ronald. Ja, sorry. Ja, kijk, wij kunnen gewoon zo naar beneden gaan. En dan laten we dit water laten we hier gewoon, voor wat het is. En dan gaan we gewoon zo naar beneden. Zullen we hem afmaken? En dan gaan we naar hem toe en dan zeggen we, yo, alles kids achter de rit. Hé! Hey! Oh ja, dat is mij ontnomen. Ik mocht het niet bezeggen. Waar is je kableem? Ja, waar is je eigenlijk? Waar is deze kerel kableem? Hij is op ons... Oh nee, er zitten mensen op ons eiland. Enzo, ik ga even naar jou toe, ter bescherming. Oh, hey, kijk, komen er komen mensen heen? Aan. Oh ja, oké, laten wij hier omhoog gaan, want onze teamgenoot is daar. En ik laat mijn manschappen niet in de ster... Huh? Wat doet hij? Ik ga hem afmaken. Ik word gewoon geslagen, er is hier iemand. Ja, dat is die dude van net. Oh, echt? Oh, ja, ik maak hem even af. Ik probeer met water omhoog te komen. Hij is af. Ah, hij zit hier in het water, beneden mij. Echt? Ja, hij gaat nu ook omhoog. Als jij even... Ik ga even het water weghalen hier. Zo. Hij komt omhoog, maar ik ga hem slaan. Nee. We gaan niet slaan. Hij haalt het water weg. Ah! Oh! 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 Ben je er al? Oké. Ja, soort van. Moet ik het water... Moet ik het water nog weghalen? Nee. Niet doen. Niet doen. Stress hier. Oké, kan ik je helpen op een of andere manier? Ja. Richt jij maar op die andere dudes. Ik zal hier veilig staan als je die even... Ik ga met jou mee. Nee, ik heb het overleefd. Oh, ik niet. ik probeerde naar je toe te gaan, maar toen kwam er iemand en die sloeg me eraf. Zo, ik maak hem wel even af hier. Ik zie het, met je houten zwaard. Ja, ik word volledig afgemaakt. Nee! Wordt gewoon volledig geowned. Ja, dat kan. We moeten even een beetje warm worden. Ik bedoel, ik ben eerst op vakantie geweest. En ik heb daarna op de bank gelegen door mijn koorts. Dus ik moet wel even een beetje inkomen. Ja, gelukkig had je sok die bij je chillde. Ja, inderdaad. Sok, box.
Ja, ja, we hebben hier een echte fan staan. Unicorn Joey. Yo, Joey. Hij wil even een screenshot. Het mag. Een screenshot mag altijd, dames en heren. En ik ga zelfs even stilstaan voor dit mooie moment met de feestdagen. Zijn jullie de feestdagen een beetje goed doorgekomen? En laten we in ieder geval als eerste het even hebben over de lieve oude Sint. Als jullie wat leuks hebben gekregen van die lieve oude Sint, laat het eventjes weten hier in de reacties beneden. Ik heb in ieder geval hele leuke dingen gekregen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie hebben gekregen. En dan chocoladeletter! Chocoladeletter. Ja, ik heb ook chocoladeletter gekregen. Ik ben echt wel lief geweest hoor. En Sinterklaas vond dat ook. Ja, zeker weten. Ik ben ook een lieve jongen geweest. Ik ben Sinterklaas gewoon weer dankbaar. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik ben wel... Same. Ik ben lief geweest. Wat is het liefste wat je dit jaar hebt gedaan? Het allerliefste wat ik heb gedaan... Nou, ik heb laatst nog iets heel... Ook al... Ja, dat is... Is dat niet raar om van jezelf te zeggen? Nee. Nee. Nee? Nee. Oké. Ik heb de vuilnis buiten gezet. Oh, dat is wel lief. Dat vind ik, dat is lief. Ja, dat is toch zo'n stomme klus. Net zoals de vaatwassen leegruimen. Dat wil toch niemand doen? Oh, ja, oké. Okay. Vechten. Nee, kom, pak hem, maak hem af. Vechten, pak hem. Oh, hij is wel sterk. Deze is wel sterk. Oh, ik heb water. Ik heb water. Oké. Oh, hun hebben golden apples. Ja, ik heb geen golden apples of wat dan ook. Zullen we even naar boven rennen? Kom. Slaan ik, heb ook... Oh, dit gaat wel heel lang duren. Ik wil even die bucket of lava. Kijk eens even. Oh nee, hier, hier is onze teammate. Oh, wacht. Er zijn hier meerdere mensen. Haha! Jij wilde mij pakken met lava, maar ik pak jou met lava. Huppakee, huppakee. Oké, ik heb een tactiek. Kom, we gaan naar boven. En als we naar boven komen, gaan we de boel opblazen. Oh, ik... Sorry, ik was al hier aan het vechten, sorry. Oké, volgende tactiek. We gaan weer naar beneden en gaan we de rest helemaal in elkaar slaan. Laten we dat doen. Oh, ik heb hier lava. Ah, hij staat in de lava. Ja. Hij wil eruit komen, maar dat lukt hem niet helemaal. Hij staat in de fik. Het doet hem pijn. Ik ga alvast naar de andere kant toe en dan map ik hem in zijn rug. Ja, we hebben hem. Oh, hier is nog één. Ja. We pakken deze ook meteen. Oké, ik moet wel even wat wegrennen. Oké, ja, ik neem ook even een golden apple. Maar ik ben er weer klaar voor. Hoppa. Hoppakee. Ik weet serieus niet wie ik moet slaan. Er zijn zoveel mensen hier. Het is zo druk. Het is heel druk hier zo. Oh, de chesten worden hervuld. Dat is ook wel fijn. Ik ga vanaf nu gewoon op deze. En als deze dood is, dan ga ik wel weer op de volgende. Ja, hey, ik ben even in een hoekje aan het campen, omdat ik even een broodje moet eten. Want ik sta op sterven, man. Ja, ik was ook even aan het eten. Oké, ik ga nu wel op deze. Die andere is volgens mij al dood gegaan. Oh, deze gaat elk moment dood. Oké, en... Voel dit! Oh, we zijn met z'n drieën. Wat goed van ons. Wij zijn goed bezig, man. Ja, in de lava. Huppakee, mooi tikje. En dan nu in het water, dat mag. Ja hoor, hij is dood. Haha, dit gaat lekker, mensen. Dit Wie gaat zijn lekker. De beste? Wij zijn de beste. Tenminste. Hell yeah. Tenminste, als we winnen. Laten we daar wel even over eens zijn. We moeten precies, nog wel winnen. Hierboven zijn nog mensen, dus kijk alsjeblieft uit voordat je er al voor te slaan. Oh nee, ze gaan naar boven. Wat vervelend. Zullen we hun dan gewoon geen aandacht geven? Gewoon weglopen? Nee, we gaan geen aandacht geven. We gaan naar deze mensen hier zo. Ik volg je. Zie je ze hier? Ja. Laten we ze gaan erheen blijkbaar, want die kerel die is al gegaan. Oké, we gaan deze eraf slaan. Oh, die Joey, wat een baas! Wat een baas, die Joey! Heeft Joey ze allemaal gekillt? Nee, Joey heeft er 2 en jij hebt er 1. Oh mijn god. Ja. Dat was een goed team. Ja, dat was echt lekker, man. Weet je hoe we dat gaan vieren? Kijk, kom. Met een taartje. Eten. Ik heb een lekkere taart. Hier een Zo, chest. Heppakee. Ik heb zoveel rotzooi at the moment. Ja, ik heb ook heel veel rotzooi. Oh, hun gaan weer omhoog bouwen. Wat moeten we daar nou tegen doen? Ik heb een idee. Ik ga ook gewoon omhoog bouwen. Ik zou het anders ook niet weten, mensen. Ik dacht, misschien kunnen we het eventueel opblazen. Oh ja, we hebben TNT, hè. We kunnen het opblazen. Oké, ze hebben mij door. Waar is mijn TNT eigenlijk? Ik heb nog helemaal geen... Even kijken. Redstone torch. Ik heb nu redstone torches en dan even de TNT ernaast en dan kan ik het opblazen. Oh, Joey is dood volgens mij. Nee, Joey is beneden. Hij is naar beneden geslagen. Of was jij niet beneden geslagen? Oh, pas op. Hij springt naar beneden. Joey leeft nog. Hij is naar beneden gevallen. Hij is dood. Echt? Ja, hij is dood. Oké. Wij gaan... Oh, ik heb hem vermoord, terwijl ik niks deed. Ik was zelfs bang. Kijk dan! Wow! Oh shit! Heb ik hem? Oh, ik had hem bijna, denk ik. Oké, snel in het water.
Hoppakee, ik ben in het water gesprongen. De achtervolging, dames en heren. Dit is politie op je hielen. Stop! Halt! Politie! Ik kijk vanaf hier wel even, oké? Want ik durf niet naar beneden te springen. Halt, het is politie. Je moet stoppen. Ik zei al, ik geef je een stopteken. Kom op. Ik hou ze hier in de geheiler. Hij redt je. Oh, nee! Oh, ik leef nog. Oké, weet je wat ik bouw? Oh mijn god, ik leef nog met twee hartjes, maar hij bouwt alweer omhoog. Ik kom ondertussen wel. Oh, een teammate, op. Unicorn Joey! Ja, lekker Joey! Joey! Wat een lekkere teammate, dames en heren, hier zo. Hey, goed rondje, even handjes schudden. Goed gedaan, goed gedaan. Duimpje omhoog voor Joey. Kabouter ploppen zie je en zo. Wat? Ik zit gewoon rustig even mijn strategietjes te bedenken. Zeg in één keer kabouter plop. Ja, kabouter ploppen zie je. Waar is kabouter plop? Hey, hier! Ik ben kabouter plop, samen met mijn vrienden. Achter je. Hier, ik ben Lucky Stop, hè, hier. Lucky Stop, oh, daar. Oh, kijk. Het is echt kabouter plop. Ik ben Pebble, ik praat. Ik ben lui en ik slaap tot vroeg tot 's avonds laat. Oh mijn god, geniaal. Oh, dat liedje heb ik echt al heel erg lang niet meer gehoord, weet je dat? Ja, volgens mij stond ik hem ook niet goed trouwens. Plop. Pling. Plopperde plop, wat was dit weer een leuk avontuur. ja, dat is het zeker. Daar gaan wij ook voor zorgen nu. Ik heb weer voor TNT gekozen, en jij? Ik heb ook voor TNT gekozen. Ja, soms als je een liedje zingt, dan ga je alles doen in die melodie, hè? Ja, dat is cool. Daar kan je niks aan doen, maar dat ga je dan gewoon automatisch doen. Weet je wat ik trouwens dit weekend heb gedaan? Vertel, Ronald. Ik weet niet of ik het mag weten. Mag ik het zeggen? Ik heb een nummertje gemaakt. Een nummertje gemaakt? Ja. Ah! Ja, hier kom ik later op terug. Oké. Ik heb TNT. En ik heb redstone. Wacht, we maken hier een trap. Oké, laten we dit gewoon afsteken omhoog. Oh, hey, ik zit vast in de trap. Oké, steek het af en we gaan weg. Oh my god, oh my weg. God. Oké, laat hem daar staan. Ah! Hey, hij is dood. Ja, ik ook. Ik ben ook dood trouwens. We hebben hem wel dood, hé. Dat is een applausje waard. Oké, Ronald, we zitten weer in dezelfde map. Maar ik heb een andere strategie. We gaan wel weer kiezen voor de bomberkit. Ja. Maar wat we deze keer gaan doen, aangezien ze toch gewoon sowieso weer heen komen, mensen. Want ze weten dat Enzo Knol en Just Ronald samen spelen. Ze komen al. Nu al? Ja. Ja, kom naar boven. Oké, ik heb een diamond zwaard. Het is snelle Henky namelijk. En snelle Henky is niet te vertrouwen, hoor. Ik heb een diamond zwaard. Want wat we wel kunnen doen is, we kunnen wel zo'n trap maken, weet je wel. Mm-hmm. Een trap met die TNT die we hebben. Ik heb al redstone torches. Ja. Dus dat moet wel goed komen. Kijk, dit gaat wel. Maar wat is dan? Wat voor trap wil je dan maken? Nou, gewoon eronder of zo? Oké, laten we hier naar beneden gaan. Ja? En dan. Ah, hij komt eraan. Oh ja, ze zijn er. Oké, daar gaan we. Oh, ze kunnen niks doen, joh. Ja, kijk deze dan. Gaat ook. Hey, ik heb jouw zwaard even nodig. Zou ik die mogen? Zou ik die meteen? Hoppakee, nice. Heb jij die zwaard die ik mag lenen? Oh, wacht, er komen mensen hierheen. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Kom, ga naar beneden. Doe armor aan, joh, gek. Ik heb armor voor jou. Ik heb geen armor. Hier, ik heb armor voor jou. Kom hier naar beneden. Doe aan. En pak dit zwaard, is beter. Ik zei, pak het zwaard. Ja, ik heb het nog. Yes, lekker. Oké, kom nog. God, ik ben oud. Oké, ik ben aan het vechten. Ik heb geen idee. Oh, er zijn meerdere mensen. Ze gingen allemaal in één keer bij ons. Oh my god. Oh, die deed mooi. Oh! Oh! Nee! Anders was mijn plan grandioos. Ja, maar Ronald. Hij glitchte door de... Ja, sorry. Dit is allemaal mijn schuld. Nee, dat geeft niet. Maar ik bedoel, Ronald, ik had bijna mijn masterplan. Volgens mij gebeurde het hier allemaal, mensen. En ik heb wel aardig wat mensen gekilled, maar... dat was spannend. Maar Ronald, jij had het over een liedje of zo, wat jij hebt gedaan of zo? Ja. Om zo maar te zeggen, ik speelde vroeger altijd zo'n spelletje, Hello Neighbor. Ja. En daar moest je inbreken bij je buurman. Toen zei ik altijd, die verdomde buurman.
Ja. En dat is bij mensen erin gebleven. Toen dacht ik, misschien is het wel leuk om er een lied over te maken. En het is nog niet eens zo cringe. Het is niet cringe. Het is een leuk lied. Ik vind hem zelf wel goed gelukt. Oké, okay. En wanneer komt dat lied uit dan? Weet ik niet. Lekker ik dan. Ik heb 19 december clipopname. Ja. Ik kan je wel een keertje laten luisteren. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Oké, is goed. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik vind het altijd leuk om nieuwe nummers te horen, dus... Het was wel lastig. Ik heb geen ritmegevoel. Oh ja, dan is het wel lastig, ja. Want muziek gaat toch wel een beetje over ritme. Ja, het was zo lastig. Oh, ik ben aan het vechten hier zo. Ja, ik kom naar beneden. He, ook vet droog. Ik ben aan het vechten hier zo. Cool, zo. Boom! Dankjewel. Heb je trouwens een diamond sword? Wow, hun hebben nog goede... ik heb een goed genoeg zwaard. Hun hadden echt goede items, zie ik nu. Echt? Ja, ik heb gewoon in één keer vet goede gear helemaal. Er ligt hier een shield. Echt super die heb nice. Ik wel even nodig. Heb je ook een shield nodig? Nee hoor, dankjewel. Ik ben helemaal goed zo. Nice, nice. Super chill. Oké, kom, we gaan hier naar beneden. Ja. En dan gaan we nu, dit is de strategie wat ik even wilde doen. Hebben we een pickaxe? Ja, we hebben een pickaxe. Oké, hou jij even hun in de gaten als je wilt. Ze zijn er al bijna. Ja, ze zijn er al. Ja, ze zijn er al? Ja. Oké, want... Oh, ja. Hallo. Huh? Hallo. Huh? Dit was wel even zo spannend. Hallo daar. Hallo. Wat gaan we doen? Gaan we naar boven? Hallo. Nee, ik denk dat we het beste hier beneden kunnen blijven. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Kom naar buiten, jij. Of naar beneden bedoel ik. Kom naar binnen! Oh, ik ben buiten. Oh, ik heb hem bijna afgeslagen. Mamma mia! Oh, jij hebt hem eraf geslagen. Dat was droog. Oké, ja, ik dacht, dan moeten wel mensen naar ons toe komen. En dat gebeurt nu niet echt meer. Maar kunnen we niet alles al klaarzetten? Ja, daar dacht ik dus aan. Dus er komen wel mensen daar verderop. Oké, dus ja, kijk. Ja. Ik dacht als we... Ja, we moeten even een beetje naar beneden. Zou ik de bom al plaatsen hier? Ja, we moeten een ontsnappingsmogelijkheid hebben. Wacht, waar is de ontsnapping? Oké, ik ga een ontsnappingsroute maken, ja? Ja. Oh, kijk. Ze komen eraan. Je moet snel zijn. Oké, ik ben snel. Ik heb geen redstone torch. Oké, ik heb hier een ontsnappingsmogelijkheid. Oh, dat vond ik even spannend. Ik dacht even dat ik bijna viel. Oké, ik heb een ontsnappingsmogelijkheid. Oké, cool. Waarom ben je hier nu al? Ben ik ook niet? Nee, nu nog niet. Oké. Oh, sorry. God, ga weer naar boven. Heb jij een torch voor mij snel? Ja, nu kom ik niet meer naar boven. Ga gewoon naar boven. Sorry. Ja, nu is onze ontsnapping weg. Oh nee, hier zo. Nu nee, kunnen... hij is niet weg. Kijk, we kunnen hier zo laten... Oh, wow, dat was een anvil. Wow. Oké. Ja, sorry, ik had er niet aan gedacht. Het spijt me. Oké, kijk. Ja, sorry, ik ben heel eventjes gefocust bezig. Maar kijk, nu kunnen we ons hier naar beneden laten vallen. Als we het eenmaal hebben aangestoken. Maar waar zijn ze nu dan? Want ze waren hier toch al, zei je? Ze waren. Ik kan even... Ze zijn daar beneden, aan de andere kant. Oh ja, ze zijn daarnaast. Wacht, dan lok ik ze wel een beetje hierin. Ja. Hallo, Brinkit. Oh. Oh, ze komen van beide kanten. Oké, weg. Ja. Weg. Ah! Achter ons! Oh, nee! Die is ook al... Nee, we zijn beide! Waar ben je? Die dude komt toen en sloeg jou eraf. Ik rende naar hem toe en wij sloegen ons beide eraf. Dit tactiek was zo goed. Ja, deze was nice. We hadden die kerel wel gekild, hè? Ja, hij is dood gegaan. En die ander was... Ze waren beide dood. Dit was alleen een mooie strategie. Ik schrok wel van eentje, hoor. Die kwam in één keer voor me springen. Ik dacht van, wat gebeurt hier nou weer dan? Dit waren leuke potjes, dames en heren. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen als je meer Minecraft wil. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Bekijk het kanaal van Ronald in de beschrijving. En dan zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken en peace!